Gaat Bitcoin doorsqueezen naar de 21.880 of wellicht zelfs hoger? Hoe staat Ethereum ervoor? En we gaan kijken naar Luna. Blijf dus zeker kijken. Laat alvast even een like achter. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Gisterochtend vroeg tijdens de dagelijkse marktupdate die we iedere ochtend posten binnen de educatiegroep had ik al aangegeven zolang we de low op de 18.605 behouden kijk ik short term naar meer upside en mogelijk zelfs de 21.880. Had ik deze chart bij gepost waarbij we dus een hele hoop liquiditeit aan de bovenkant hebben opgebouwd boven al die highs. Deze hebben we inmiddels allemaal opgehaald. Alleen de equal highs staan nog open en ik verwacht dus eigenlijk ook dat we daar de komende uren en dagen wellicht heen gaan bewegen. Komen we zo meteen natuurlijk op. Mocht je nou gebruik willen maken van de free trial waarbij je dus nergens aan vast zit, geen abonnementje en na 7 dagen wordt automatisch je abonnement ook weer stopgezet. Dus je zit nergens aan vast. Maar mocht je nou een keer een kijkje in de keuken willen bij CryptoCointalk en de educatiegroep en dus 7 dagen lang iedere ochtend netjes je updates ontvangen over de markt. En je wil een beetje een kijkje nemen binnen de university, waarbij je bijvoorbeeld de laatste 3 livestreams kan terugkijken en een hele hoop gratis content kan bekijken binnen de university. Ga dan even naar onze website toe, www.cryptocointalk.nl. Rechtsbovenin klik je even op de free trial knop en dan kun je dus geheel vrijblijvend aanmelden. Gaan we door naar de charts en dan beginnen we bij Bitcoin. Op de weekly is niet zo gek veel veranderd. We liggen nog steeds op die support. Ik heb het al vaker aangegeven. Je kan ontzettend bearish gaan worden, maar als jij op macro support ligt, moet je daar echt voorzichtig mee zijn. Zolang je die macro support niet verliest, is er dus nog steeds een reële kans dat we omhoog gaan bewegen. Ik heb het al vaker aangegeven. Als je hier vast gaat houden en niet onder die 17.600 gaat sluiten aan de onderkant, wat dus de onderkant is van deze consolidatiecandle en eigenlijk de low van dit stuk prijsactie wat we hebben gezet, zolang we dat niet verliezen, is er nog steeds een reële kans dat we richting die 28.850 gaan bewegen. Dat is ook een beetje het eindtarget, omdat we dan echt richting deze lows bewegen en de supply die er vlak boven ligt. Waarvan ik ook heb gezegd dat als we op de weekgrafiek boven de 32.400 gaan sluiten, kijk een heel stuk hoger richting de 46k, de 52k en mogelijk zelfs de 65k. Maar zoals ook al vaker aangegeven, zolang we niet hierboven gaan sluiten, hou ik me hier totaal niet mee bezig. Gewoon kijken van level tot level, dus die 28k regionen en aan de onderkant die 17.600. Dat is gewoon waar je op macro vlak mee aan het werken bent. Ga je dus op de weekgrafiek onder de 17.600 sluiten, dan hou ik er dus rekening mee dat we omlaag gaan bewegen richting de 12.050 tot aan de 9.825. Dat zijn dus de als dit dan dat scenario's. Dus zolang we niet de onderkant verliezen en niet de bovenkant breken, hou ik dus gewoon rekening mee dat we hier tussen blijven consolideren. Als we een soort hele grote range zijn we dus aan het vormen. Goed, gaan we naar de daily. En dan pak ik eventjes de Bybit chart erbij, aangezien we daar altijd op traden. Ik pak meestal de Binance chart eventjes, omdat daar gewoon meer prijshistorie is. En dan kun je dus ook makkelijker die vorige all-time high prijzen erbij pakken van 2017, et cetera. Goed, wat hebben we hier gedaan? We hebben iets heel belangrijks gedaan. We hebben namelijk de low hier opgehaald van het hele trappetje omhoog. Waarbij we dus een wick eronder krijgen, maar netjes erboven sluiten. En vervolgens pushen we dus omhoog. Waarbij we dus al die liquiditeit die ik mooi in kaart had gebracht tijdens de DMU en ook tijdens voorgaande video's, die zijn we dus aan het ophalen. Allereerst hadden we hier een hele opbouw van al die highs die hier lagen. En wat je dus vaak ziet, zeker als je aan de onderkant ergens belangrijke liquiditeit ophaalt, is dat je daarna gewoon omhoog squeezed om al die mensen die veel te vroeg short zijn gegaan, of eigenlijk te laat short zijn gegaan, hè, vrij laat in de trend omlaag, die worden op een gegeven moment gewoon eruit gesqueezed. Waarbij we dus en deze er allemaal uitgepakt hebben en zelfs de bovenkant zijn we al op de voorouder erboven gesloten. Kijken we zo meteen naar. Daarnaast hebben we ook nog die equal highs liggen hier. Die zijn ook interessant en zoals al vaker aangegeven, liquiditeit heeft een aanzuigende werking. Dus onderkant opgehaald betekent bovenkant opzoeken. En in eerste instantie is dat natuurlijk lokaal en hier zo. Maar er is natuurlijk ook een reële kans dat je misschien zelfs helemaal hierheen gaat bewegen. Want onderkant is weg, bovenkant ga je dan opzoeken.
En hoe hoog je dan gaat komen, dat is altijd maar de vraag. Het ligt er echt een beetje aan hoe de markt op dat moment voor staat. Maar ik sluit dus ook niet uit dat we helemaal richting de highs kunnen gaan bewegen. Maar laten we het gewoon van level tot level bekijken. Allereerst op de 4-hour hebben we hier de high gebroken. Dus dat is al een positief signaal. Dat doet mij dus ook vermoeden dat we dus nog niet klaar zijn met de squeeze, maar dat we alleen nog maar hoger gaan bewegen. Wees dus ook voorzichtig met shorts. Ik heb in de lokale prijsactie ook nog naar setup zitten kijken. Ik zal eventjes dat erbij pakken. Want er waren wel wat interessante setupjes in de lokale prijsactie te spelen. Allereerst eentje die ik zelf niet heb kunnen spelen omdat ik helaas te laat wakker werd. Maar ik vond hem wel heel nice en super clean dat ik hem even wilde delen. Gewoon puur ter educatie. Hier namelijk allereerst hier weer lokaal een swing failure pattern gevormd. Dus lokaal sweep van high, movement omlaag. Vervolgens doen we hier nog een keer hetzelfde. Halen we liquiditeit op, movement omlaag. Vervolgens trenden we lokaal dus omlaag. Vormen we hier een high, low, high, low en low. Bewegen we verder omlaag. En wat interessant is, is dat we daarna terugkomen in deze high. En wat nog meer interessant is, is dat we lokaal nog een keer een swing failure pattern vormen. Dus we halen hier belangrijke liquiditeit op. Daarnaast lokaal halen we ook nog liquiditeit op. Nou, voor de mensen in de educatiegroep die weten inmiddels dat om nu te bepalen van hoe krijg je een bearish prijsactie zodat je de short setup kan gaan confirmeren. Dat krijg je dus door de laatste low die je uiteindelijk richting de liquidity grab heeft gebracht. Als je die markeert en dan plaatsen we altijd even een MSB erbij, oftewel market structure break. Als we daar vervolgens een candle close onder krijgen, dan mag je daarna op de pullback gaan kijken naar een short. Dit is gewoon onze strategie. We hebben er ook video's over gemaakt, dus bekijk even onze daytrade strategie video's. Die staan gewoon in de playlist op ons YouTube kanaal, heel gratis. En dan krijg je eigenlijk al een beetje een insight in hoe dit eraan toe gaat. Dus gewoon super systematisch, waarbij we dus en liquiditeit gebruiken en highs en lows, supply en demand. En dat allemaal gecombineerd tot echt een goed werkende strategie. En hier zie je dus ook mooi hoe goed dat werkt. En hier de supply. Dus wat zijn we hier aan het doen? Dit is gewoon het entry patroon wat ik altijd wil zien. Dus we hebben natuurlijk hier belangrijke liquidity gepakt. Dat is al plus 1. Plus 2 is als we hier lokaal ook nog zo'n entry patroon gaan vormen. Dus dat ziet er zo uit. High vormen, liquiditeit pakken, lower low neerzetten, lower high op een vorm van supply of een fair value gap nemen in de entry. Movement omlaag. Nou, wat doen we hier dus? Vormen een high, vormen een low, halen liquiditeit op. Bewegen omlaag, hebben hier supply gevormd, lopen we in de supply, kun je de entry nemen en daarna de push omlaag spelen. Dit is echt textbook stuff, echt waar. Onderkant van de supply, nemen de entry, stop los, boven de high. Ik zet dit even weg, dan kan ik het even beter zien. In principe mag de prijs al niet meer boven de liquiditeit komen, want die is al weg nu. Dus je verwacht ook niet dat de prijs daar gaat komen. En dus kun je de stop loss best strak zetten. TP1 kun je of op 2R doen of richting het prijstechnisch target. Waarbij je dus een van deze lows hier kan markeren. Ik vind deze op zich relevant. Deze zou sowieso belangrijk zijn voor mij. Omdat je vanuit deze high en deze low uiteindelijk na de high wordt gebracht. Maar uiteindelijk is natuurlijk ook dit de major low. Dit is de allerlaatste punt voordat je een nieuwe swing omhoog hebt gezet. Dus dit is eigenlijk ook je eindtarget voor de trade. Nou, kunnen ze bijvoorbeeld op 2R een TP nemen. Vervolgens kun je hier bijvoorbeeld volgende TP nemen op 4.7R. En daarna op de low 5.89. En dus de trade eigenlijk voltooid. Zie je ook dat we daarna terugkomen en de push weer omhoog maken. Dus dat was één setup die je kon spelen. Ik werd helaas te laat wakker, want het was echt om 5:30, 6 of zo dat deze setup zich voordeed. Op zich niet erg, want dan ga je gewoon kijken naar nieuwe setups. En die nieuwe setup deed zich voor. Ik had in de dagelijkse marktupdate ook aangegeven dat ik actief op zoek was naar longs. Waarom? Heel simpel. We hebben hier gewoon daily liquidity gepakt aan de onderkant. Super significant. Dus je wil actief op zoek gaan naar longs. Dus wat ging ik dan in de lokale range doen? Ik ging kijken of we ergens aan de onderkant liquiditeit ophalen. Nou, je ziet dus eerst dat we aan de bovenkant liquiditeit pakken. En zoals je weet, bovenkant liquiditeit opgehaald betekent onderkant opzoeken. Nou ja, prijs doet het dan ook, beweegt hij naar de onderkant.
En vervolgens doet hij precies het tegenovergestelde. Dus wat doet hij hier? Haalt hij aan de onderkant liquiditeit op, betekent dat hij aan de bovenkant open staat. Markeren we even de liquiditeit aan de bovenkant. Nu weten we dus, onderkant is opgehaald, bovenkant opzoeken. Dus dit is ook je main target om vervolgens heen te bewegen. En uit indicatiegroep bespreken we dit soort zaken de hele dag door. Hè? Dus mocht je graag echt meer over willen leren, probeer gerust een keer de free trial uit. Dan kun je meekijken hoe we in de chat dit soort zaken bespreken en hoe we dus ook tot setups komen. Nou goed, je weet dus nu, onderkant is opgehaald betekent bovenkant opzoeken. Dus wat ga je doen? Je gaat gewoon verder inzoomen, want op de 15 minuten lag er niet echt iets interessants. Vervolgens zien we dat we een marktstukje break hier neerzetten. Hoe weten we dat? Beweging omlaag, low, high. Deze high brengt je naar de liquidity grab. Dus deze high is belangrijk, dus die gaan we weer markeren. MSB. Zetten we er weer bij, market structure break. Als je daar een high high boven zet en je laat de liquiditeit aan de bovenkant open, mag je daarna op de pullback de entry gaan zoeken. Dat heb ik dus ook gedaan. Dit was de setup waarbij dus de stoploss onder de laatst gezette low ligt. Hè, je mag de liquiditeit in principe niet meer opzoeken, dus die hoort daar veilig te staan als het goed is, als je thesis klopt. Daarna entry heb ik dus hier een lokale prijsactie, echt op de 1 minuut of de 2 minuten heb ik dat gefine-tuned. En daarna heb ik TP1 onder de lokale high hier gezet. Waarbij je daarna gewoon richting deze high speelt. De major high hier. Daar kun je een TP'tje nemen. En daarna kun je hem door laten lopen. Deze heb ik wel gespeeld. Alle TP'tjes gehit. Lekker in de pocket. En nu kijk ik gewoon weer naar nieuwe setups. Omdat we dus nu aan de bovenkant de liquiditeit hebben geïnvalideerd door een high high neer te zetten, ben ik dus ook nog steeds wel geïnteresseerd in longs. Dus het zou mooi zijn als we iets van prijsactie gaan vormen, waarbij ik dus aan de onderkant weer in een long kan gaan komen om uiteindelijk verder omhoog te gaan spelen. Maar die prijsactie moet echt nog gaan vormen. Ik blijf er nu dus ook gewoon even vanaf. En we zien wel wat schip strand. Main target voor nu, lokaal gezien, is echt gewoon die equal highs. Super significant. Hier een high, allebei niet opgehaald. Dus ik verwacht gewoon dat het als een magneet gaat werken. Dat mensen hier blijven shorten, want het stijgt zo hard, dus het moet naar beneden komen. Nee, dat werkt helemaal niet zo. Gewoon echt traden op wat je ziet en niet wat je hoopt of denkt te zien. Dus ik denk ook dat dit een mooi target is om heen te bewegen. Als je dus op zoek bent naar longs, kun je dit dus als main target aanhouden, 21.880. En nu komt dus ook dat deviatiescenario weer enigszins in beeld, wat ik al eerder had geschetst, maar wat nog steeds gewoon actueel is. Want hier hebben we dus de range gevormd. Range low, range high. Waarbij we nu dus mogelijk hier de deviatie vormen. Is nog niet bevestigd. Hè? We hebben nog geen confirmatie ervan, dus wees conservatief. Maar het is reëel. Op het moment dat we een daily close boven de 21.880 gaan zetten, dan zijn we hier echt de constructie serieus aan het kantelen. Want dan hebben we eigenlijk dit teruggeclaimd, hebben we dit teruggeclaimd. En dan heb ik in ieder geval wel de confirmatie te pakken van, hey, hij wil nog veel hoger. Dus stel dat we nu iets van consolidatie gaan laten zien, die push omhoog maken. Kun je daarna op de high-low gaan kijken naar longs. Speel je hem daarna richting, mogelijk dus zelfs de 24.732.5. Houd er wel rekening mee. Ik wil een daily close erboven zien. Geen daily, geen wikje erboven en vervolgens de ondersluit is voor mij niet voldoende. Ik wil een daily close zien boven de 21.880. Wat gebeurt er nou als we geen close erboven krijgen, maar een wick erboven, waarbij we het entry patroon weer gaan vormen? Dat is heel simpel. Dan kijk ik daarna gewoon weer naar shorts. Dus dan halen we hier de liquiditeit op. Misschien halen we van deze lokale high de liquiditeit op. Zetten we een low low neer. En dan doen we exact hetzelfde riedeltje weer. En dan spelen we gewoon de short weer omlaag. Maar dan mogen we dus geen closes krijgen boven de 21.880. Voor our close zou ook al niet nice zijn. Mijn daily close is voor mij echt reden om te denken van we gaan veel hoger squeezen. Dus dat is waar ik op dit moment een beetje voor Bitcoin naartoe kijk. Mocht er nog onduidelijkheden over zijn, laat het vooral in de comments weten. Hè. Gebruik de comments sectie daar zeker voor. Ik reageer namelijk op alle comments die gepost worden. Gaan we door naar Ethereum. Ook interessant om mee te nemen.
En met name eventjes de 4-hour. Want dan zien we namelijk dat we equal highs hebben gevormd. Voor de mensen die er in de educatiegroep zitten en de video van vorige week hebben bekeken over liquiditeit, die weten inmiddels dat equal highs een aanzuigende werking hebben voor de prijs. Een magnetisch effect. Nou, dat zien we dus ook mooi. Dus we hebben lokaal hier liquiditeit opgehaald. Vervolgens bewegen we omhoog. Invalideren we hier de liquiditeit. Is een reden om te denken van we gaan hoger bewegen. Daarom denk ik dat dus ook. En omdat dit dus een aanzuigende werking heeft voor de prijs. Dan gaat het heel interessant worden van wat gaan we dus hier vervolgens zien. Boven die 1725,65. Dat is het specifieke level waar ik naar kijk. Want of we gaan hier boven sluiten. En dan denk ik dat we echt een heel stuk hoger gaan squeezen. Bij voorkeur gaan we nog even kort consolideren hieronder. Sterk erboven komen. Boven sluiten. Het liefst op de daily een close. Maar 4-hour close zou ook wel nice zijn. Op de pullback kun je de high low spelen. En daarmee target je gewoon de volgende serieuze resistance. En die ligt op de 2029,40. Waarom is die belangrijk? Omdat dat de swing is die uiteindelijk helemaal naar de low heeft gebracht. Als je daar voorbij gaat komen, dan gaan we gewoon veel hoger komen op Ethereum. Dat is dus het bullish scenario. Dus daar kijk ik naar als we dus verder omhoog gaan squeezen. Maar waar ik ook naar kijk is, wat als we hier gaan consolideren, high ophalen, low low neerzetten, lower high. Dan kijk ik gewoon naar shorts. Want dan gaan we denk ik gewoon omlaag bewegen, gaan we die lows pakken. En dan kunnen we misschien echt een flink stuk laag gaan bewegen. Maar vooralsnog ziet het er nog niet echt daarna uit. Ethereum BTC natuurlijk ook gewoon super sterk. Die ga ik in deze video niet meenemen. In principe blijft het beeld gewoon hetzelfde als van de vorige video's. Maar dit zijn eigenlijk een beetje de dingen waar ik voor Ethereum naar kijk. Key level om in de gaten te houden is dus 1725,65. Zolang we daar niet boven komen, onderneem ik ook nog geen actie op dit moment. Goed, dan gaan we nu nog even kijken naar Luna. Hele tijd niet meegenomen, ook bewust niet vanwege het fundamentele aspect. Nou ja, ik denk dit mogen wel duidelijk zijn. Hè. Daar is met de supply door die hele crash van UST en van Luna is daar zoveel mee gebeurd dat Luna gewoon geen $80 meer waard kan gaan worden. Dus hou er ook gewoon rekening mee. Het is leuk dat we nu hard stijgen. Even kijken, je kunt het een beetje fatsoenlijk in beeld brengen. Kun je nagaan, dat is al lastig zat. Maar hou er dus rekening mee. Als je vanaf de low, helemaal vanaf de low gemeten, ben je al 2.357% up. Maar stel, we pakken gewoon even een lokale impuls. Ja, we zijn net 600% gestegen in korte tijd. Betekent twee dingen. Punt 1, de prijs gaat super parabolisch. Stijgt heel hard. Ik zie dat mensen nog te veel op zoek zijn om proberen de top te timen en dit te proberen te shorten. Als je één ding niet moet gaan doen, is het parabolische prijsactie in supersterk trendende coins gaan shorten. Dus blijf alsjeblieft van shorts weg. Plus, fundamenteel gezien speelt hij heel veel. Dus het zit niet helemaal lekker meer in elkaar natuurlijk. Nou, je ziet het wel aan wat de prijsactie wat eraan vooraf is gegaan. En je bent 600% gestegen in vrij korte tijd in een markt die ook niet bepaald mega bullish is ofzo. Dus is het nog interessant om naar longs te kijken? Ik zou zeggen van niet. Nou, we kunnen nog even de lokale prijsactie ontleden. Hè? Dit was de low. Dus als we gewoon even uitgaan dat we hier überhaupt nog fatsoenlijke TA toe kunnen passen. Ik zie wel dat de prijsactie wel enigszins wordt gerespecteerd. Dus dat is wel de moeite waard, denk ik. De low natuurlijk op de 2400. Vervolgens heb je hier de high. Dit kan nog wel eens een dingetje gaan worden. Want stel dat we hier nou boven gaan wikken. Dan kan dat wel een serieus topsignaal zijn. Ik wil niet per se zeggen dat het ook gaat gebeuren. Hij kan ook gewoon verder omhoog gaan squeezen. Door al die mensen die heel te proberen die shorts in te nemen. Nou ja, die worden eruit gesqueezed. En dan gaat de prijs alleen maar hoger. Dat zag je eigenlijk ook tijdens de bullmarkt. Die we eigenlijk anderhalf jaar geleden hadden. Waarbij Dogecoin continu maar omhoog bleef pushen. Dat kwam voor een groot deel ook. Niet alleen vanwege de tweet van Elon Musk, maar ook omdat mensen heel te tegenin bleven shorten. En dat geeft gewoon fuel voor nog meer upside. Dat kan hier dus ook gebeuren. Dus ik wil zeker niet zeggen dat we een top hebben gezien. Maar ik wil echt wel aangeven, als je zo hard stijgt in korte tijd, is het niet gek om een stukje winst te realiseren. Dat is echt niet gek. Verwacht nog niet dat Luna nu weer naar $80 gaat. Want dat gaat niet gebeuren met de grootte van deze supply. Nou, verder zien we nog dat we hier lokaal dus de liquiditeit hebben opgehaald.
Hier hebben we low gevormd. En we hadden hier lokaal natuurlijk equal lows gevormd. Interessant, hè? Pak hem er even bij. Equal lows. Zelfs hier zie je dus dat de prijsactie dusdanig goed gerespecteerd wordt. Low gevormd, movement omhoog. Hier wordt de liquiditeit niet opgehaald. Low blijft staan. Equal lows dus. Wat zie je vervolgens? Al die lows worden er allemaal uitgetikt hier. En vervolgens komt de echte trend omhoog. Dus ook hier zie je gewoon dat liquiditeit gewoon prima werkt. Hier zie je dat ook mooi. Vorm je lokaal een high. Als ik hem te pakken krijg. Haal de liquiditeit op. Zoek hem aan de andere kant op. En daarna de push omhoog. Dus op zich, de prijsactie wordt wel heel mooi gerespecteerd. Maar echt de boodschap die ik wil meegeven. Ik doe geen financieel advies geven of wat dan ook. Hè? Dus je moet ook niet blind dingen van mij aannemen. Maar realiseer je wel. En denk er zelf ook vooral goed over na. Als je zo hard stijgt in zo korte tijd. In een markt die niet bepaald super bullish is. En met het verleden wat Luna heeft. Wees verstandig. En room gewoon een klein stukje van je winst af. Laat ook gerust een stuk doorlopen. Maar zorg dat je wel wat winst in de pocket hebt. En als je nou weer helemaal onderuit klapt, heb je alles weer teruggegeven aan de markt. En dat is gewoon eeuwig zonde. Goed, tot zover deze video. Vond je deze video nou leuk of leerzaam? En vind je dit soort meer educatief ingestoken content, vind je dat leuk? Druk dan zeker eventjes op die duim. Onthoud dus dat we ook die free trial hebben. Dus mocht je hier nog geen gebruik van hebben gemaakt, probeer dat zeker een keer uit. Het is heel kosteloos. Je zit nergens aan vast. Geen abonnementje. Ik zou zeggen, geef het een kans. Druk eventjes op dat duimpje. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video.